Hallo mensen en welkom terug bij een gloednieuwe. Jullie weten het inderdaad allemaal al. 3 random horror games. Inderdaad, ik ga weer 3 random horror spelletjes voor jullie spelen, maar deze keer is er een catch. Alle spelletjes in deze video zijn gemaakt in 48 uur. Dat is gewoon 2 dagen. Al deze spellen zijn namelijk ingestuurd bij zo'n game jam. En voor de mensen die niet weten wat dat is een wedstrijd waar dan indie developers aan kunnen meedoen om misschien een beetje naamsbekendheid te krijgen. En we hebben dus 3 spelletjes die daaraan meegedaan hebben. En die gaan wij nu met z'n allen proberen. Dus dat wordt superleuk. Chojiro! 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 Is het al een spelletje? Ik heb geen idee hoe ik het moet uitspreken. Dit is iets met een vrouw en die gaat naar een bos en een stad en ik ben heel benieuwd. Moet ik klikken? Oké. Okay. Wow, daar komt ze! Oh my god. Moet ik haar besturen? Wow! Haha, kijk dat! Gekke samurai. Er is niet heel veel bekend over deze spellen trouwens. Het is niet echt een verhaal. Het is gewoon heel vet om te zien wat die mensen in 48 uur kunnen. Zoals deze vrouw. Moet je kijken dan. Hallo. Of is het een man? Ik weet niet eens. Het moest trouwens in een PlayStation 1 stijl. Dus alle spellen gaan een beetje zo eruit zien. Wauw, wat is dit joh? Zie mij lopen dan. Gewoon met 1 hand hè. Oh. Nee, maar even. Waar gaan we naartoe? Hallo. Oh. Oh, damn. Wat is hier gebeurd? Dit is niet goed. Er liggen dode dieren. En de huizen staan in de brand. Hallo, wie heeft dit gedaan dan? Waarom kom ik überhaupt hier bij dit dorpje? Ik vertrouw dit niet. Die dieren gaan sowieso opstaan. Nee, dit kan niet goed zijn. Ik snap ook niet waarom het tussen zulk hoog gras is. Wat? Dit is echt gek. Ik heb echt geen idee. Moet je kijken dan. Hij vindt het zelf ook heel gek. Laten we in ieder geval maar gewoon doorlopen. We hebben een dorpje gezien dat in de brand stond. Wat we daarmee moeten, weet ik niet. Maar ik heb het gevoel dat er iets achter me aan gaat komen. Of niet? Hallo? Oh, wat is dat? Is dat degene die alles hier in de fik heeft gezet? Hallo? Wow, wat de heck? Op een of andere manier is het heel ongemakkelijk. Ik krijg kippenvel. Kijk hem staan dan! Zo van... What the heck is hier gaande? Directed by Catherine Brugge. What the heck? Shoutout naar deze grappies. Die hebben gewoon een spel in 48 uur gemaakt. Ik heb geen idee. Dit was echt heel uniek. Op een of andere manier kreeg ik wel kippenvel. Toen dat paard of zo werd uitgekotst, wat heel gek was. Toen dacht ik wel echt even van, jeetje, wat doe ik met mijn leven? Ja, het was heel inspirerend. Dat weet ik wel. On October 22nd, 1999, Leonard and his friend Heather Merrick went missing while on a camping expedition despite around... Oké. Het ging weg. Dit is in ieder geval spel nummer 2. Het heet The House in the Woods. We worden er gelijk ingegooid. Wauw. Oh my god. Dit ziet er echt super sick uit. Het is gebaseerd op de Blair Witch Project. Sommigen van jullie zullen dat vast nog wel kunnen herinneren dat ik dat op Twitch heb gedaan. Of de film ervan. En ja, dit is maar echt een sick spel. Oh my. Dit is echt cool. Waar moet ik naartoe? Ik vind het nu al eng. We zijn hier bij onze tent. Holy damn. We hebben een kampvuur. Oké. Ik snap überhaupt niet waarom je met z'n tweeën in zo'n bos gaat kamperen. Dat is echt gewoon wel het engste dat je in je leven kan doen hoor. Waarom zou je? Waarom zou je met z'n tweeën in zo'n donker bos gaan kamperen? Ga dan ook in dezelfde tent liggen man. Oh mijn, waar moet ik naartoe? Ik heb het gevoel dat ik een huis moet zoeken. Dat is voor mij de bedoeling, want het heet... Ik hoorde links iets. Oh!
Wat is dit? Wat de heck? Oh mijn god, je zou dit maar vinden in een bos. Haha, wat? Het maakt enge geluidjes, ik weet niet wat ik daarmee moet. Oh jongens, oh, kan ik niet gewoon mijn vriend roepen of zo met een toets? Van hallo, ik ben hier! Ik zoek je... Wat? Oh, dat is een boom. Hallo! Vriend, ik weet je naam al niet meer, maar dat maakt niet uit. Wat ben je? Hij schreeuwt help! Oh, daar is het. Oh mijn god, dit is echt creepy. Ja, waarom is dit zo eng? Dit huis, de stijl van dit spel, dit is ontzettend gaar gedaan hoor. What the heck, hallo? Oh, een bloedhand. Vriend! Ik ben bij je om je te redden. Of om zelf ook dood te gaan. Hallo, doe geen spelletje spelen met mij. Oeh, wat hoorde ik? Oh, ik begin ook... Oh, ik kan er niet eens naartoe. Ik word gewoon bang. Vriend! Ah! Wat de heck, wat de heck, wat de heck... Ah! Hallo, maak een geluid. Je schreeuwde net om help. Oh jongen, dit is echt niet gezond. Dit is echt creepy. Wat is hij? Is hij naar boven? Oh, de trap is... Oh, de trap is schoongemaakt. Oké. Okay. Vriend. Oh mijn god, dit is echt letterlijk de Blair Witch Project. Dat is echt sick. Maar dan weet ik ook wat er straks gaat gebeuren. Of dat heeft hij anders gedaan. Oh, hij is hier niet mijn vriend. Vriend! Dit is toch echt bizar? Dat je hier dan geschreeuw uit hoort komen, maar je vriend is er gewoon niet. Of is hij hier boven? Oeh! What the heck? Ja, oh, hij schreeuwt weer help! Ja, ik kom eraan! Waar ben je? Is hij ergens beneden? Hij zit in de kelder. Ik weet dat hij in de kelder zit. Ja, zie. Oh, dit is nu het allerengste. Oh, jongens. De kelder ingaan, dat wilde ik niet, maar... Het gaat toch gebeuren. Vriend! Je schreeuwt om help. Ik kan je helpen. What the heck? Oh. Ah! Wat? Oh, dit is echt exact zoals ik het had gedacht. Wauw, deze is echt heel vet. Dat je dit in 48 uur kan maken is echt sick. Wauw. Ik heb echt kippenvel gekregen van dit spel. Puur ook omdat ik die film weet en de laatste scène ervan is echt... Het is een hele duistere film over het algemeen. Wauw, dit was cool. Wauw. We gaan naar het laatste spel. En trouwens, als je benieuwd bent naar al deze spellen... Ik heb ze altijd in de beschrijving staan, hè, dat jullie het even weten. Rust Bucket Revenge is het laatste spel wat we gaan doen. Je zou het niet zeggen, maar het is horror. Damn, als je die muziek hoort. We gaan op play drukken. Oh, de muziek bla... What? What? The crunching of your bones and the roar of the V8 become your final lullaby. Je gaat toch niet zeggen dat er in dit horrorspel een auto achter me aan zit. Nee. Wat? Dit meen je? Wat de... Wat? Wat is dit nou weer? Oh mijn god. Wat moet ik doen? Ik weet niet eens wat ik moet doen. I should really look around. Ja, waar ben ik mee bezig dan? Je hoort hem ook rijden. Dit... Wat is dit? We moeten die auto slopen. Ah, nee! Doe het niet! Doe het niet! Nee, nee, nee! Waar is hij? Waar is hij? Oh, hij staat daar. Oh nee, oh nee. Nee, 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 nee. Oh mijn god, hij is wel een beetje slecht in rijden. Oké, snel, ren. Nee, 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 nee. Nee! Doe het niet! Wat gebeurt hier? Oh, daar is hier een benzinestation. Hij moet waarschijnlijk gewoon tegen dat... Ja, ja, ja. Het benzinestation. Auto, kom naar mij toe. Waar is hij? Daar is hij. Oh mijn god. Nee! We waren zo dicht. Wat de heck is dit dan? Dat je een horrorspel maakt van zo'n game gen en dan kom je op het idee om een auto... Ja, oké, okay, echt chapeau. Kom naar mij toe, wij zijn bij het gasstation, bij tank. Ja, 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 ja! Oh, wat? Oh, ik had wel verwacht dat dat zou werken.
Oh mijn god, nee! Hoe, wat, waarom werkte dat niet? Oh, hij knalde tegen die zijkant aan, of niet? Oh mijn god, kom maar op me af, ja, kom maar! Great cost to yourself, you brought an end to the tires of terror. Dit was echt lachwekkend hoe leuk het was, het laatste spel. Applaus, hoor. En dat was ook deze random horror video aflevering dingetje. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Het waren echt ontzettend korte spelletjes, maar ze waren wel stuk voor stuk heel vet. Wil je vragen dat ik getemeerde 3 random horror spellen doe? Doe dan even abonneren en laat het weten in de reacties. Klik hiernaast of wat anders. In ieder geval bedankt voor het kijken. Druk op de blauwe duimpje omhoog. Abonneer, druk op het belletje. En dan heb ik nog maar 1 ding te zeggen tegen jullie. En het is... Doei mensen!